In het algemeen hou ik niet echt bewust bij wat ik zo eet, vandaar dat het me interessant leek om een eetdagboek bij te houden. Dus dit heb ik voor 5 dagen in de maand augustus gedaan. Maandag begon ik de dag met een glas citroenwater. Dit drink ik niet iedere ochtend, eigenlijk alleen wanneer ik er echt zin in heb. En naast dat maakte ik ook een kopje koffie voor mezelf klaar. 9 van de 10 keer is dit een cappuccino of een latte. En hiervoor gebruik ik Oatly barista melk, natuurlijk koffie en vanillesiroop. Omdat het voor mijn vakantie was, ontbeet ik heel erg laat, dus het werd uiteindelijk een brunch. Ik had hier een kampioenbroodje met avocado, zout en peper en een plakje zalm. En voor het avondeten had ik pasta gemaakt met eigenlijk allemaal overige ingrediënten die ik nog in huis had. Ik ben zelf echt geen keukenprinses, dus ik vind het wel leuk om te experimenteren met recepten, gerechten. 9 van de 10 keer lukt het wel, maar het komt ook wel eens voor dat een gerecht mislukt. Maar vandaag zag het er goed uit en het smaakte ook nog eens lekker. Dinsdagochtend nam ik wel een ontbijtje, alleen ik had niet zoveel zin om iets klaar te maken, dus ik nam een maaltijdvervanger van Y-Food. Al sinds een aantal maanden ben ik bekend met de maaltijdvervangers van Y-Food en ik moet zeggen dat ik oprecht een fan ben, vooral als ik even geen zin heb om een maaltijd klaar te maken. Zoals je ook in deze video kunt zien, neem ik dit niet altijd. Het is echt voor mij een gemaksproduct. Als ik druk aan het werk ben of even niet weet wat ik klaar moet maken, pak ik dit en dan zit ik voor een aantal uur zo goed als vol. En trouwens, ze hebben nu ook een nieuwe verpakking. Ik vind het echt zo leuk eruit zien. Tijdens de lunch ging ik samen met mijn vriend buiten de deur eten. En ik had een club sandwich met frietjes en hij had een hamburger. Het avondeten werd door mijn vriend Ritsi verzorgd. We gingen namelijk soep eten en hij ging de verse tomatensoep maken. En ik vind dit zo onwijs lekker. Ik kan dit echt meerdere malen per maand eten, want het smaakt ontzettend goed. En kunnen we het er even over hebben hoe satisfying dit is om naar te kijken? Ik vind zijn snijwerk echt zo interessant. Ik besef nu ook dat ik best wel nog wel wat kan leren in de keuken. Maar hey. Hij maakte dus de soep klaar. En naast de soep hadden we ook nog een tosti die we in de soep konden dippen. Normaal gesproken nemen wij stokbrood erbij. Maar dit was voor de verandering ook wel een keertje lekker. Woensdag begon ik de ochtend weer met een glas citroenwater en dat was echt lekker verfrissend. En eigenlijk gingen we gelijk door naar de brunch, want ik had nog geen zin om te ontbijten blijkbaar. En mijn brunch was eigenlijk hetzelfde als maandag, alleen had ik in plaats van een kampioenbroodje een toastje gemaakt met avocado en zalm, want ik had dit nog over. En anders was het zonde als ik het weg zou gooien. Dus dit had ik voor brunch. En omdat ik nog niet uitgegeten was, hadden we ook nog de overige soep van de dag daarvoor gegeten. Met een broodje carpaccio. Ik ben over het algemeen niet obsessief met carpaccio. Maar ik vind het eens in de zoveel tijd wel heel erg lekker. Dus ik had een hele stevige late lunch, maar het was wel ontzettend lekker. Voor avondeten hadden we een van mijn lievelingsgerechten gemaakt, namelijk zalm burrito's. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een pakje burrito's van Knorr, zalm, spinazie, tuinerwten, crème fraîche en eventueel ook nog een uitje.
En uiteindelijk doe je het in de oven. En smaakt het echt enorm goddelijk. Dus mocht je een zalmliefhebber zijn, is dit zeker een aanrader. Donderdag begon ik de ochtend met een kopje koffie. Of nou ja, ijskoffie. Ik gebruik hiervoor natuurlijk ijsklontjes. Ik had mijn melk koud opgeschuimd in plaats van warm. En natuurlijk had ik ook een beetje koffie erin gedaan. Anders heb je alleen maar een glas met melk en ijsblokjes. En als laatst had ik ook nog een klein beetje vanillesiroop erbij toegevoegd. Mijn ontbijt was enorm simpel. Ik had Griekse yoghurt met smaakdruppels in vanillesmaak. Normaal gesproken, of nou ja, voorheen nam ik wel eens vanillejoghurt. Maar daar zit zoveel suiker in, dus dit is wel een goed alternatief. Voor de rest heb ik een beetje fruit en kokosnippers en chiazaad. Tijdens de lunch was ik niet thuis, want ik was namelijk met een vriendin in Utrecht. En we zijn bij Ted's wezen lunchen, echt een van mijn favoriete lunchrooms. En in de avond at ik samen met mijn vriend en hij had fudo sushi voor ons gehaald. En dan was het alweer vrijdag. Voor ontbijt had ik een smoothiebol gemaakt met magere yoghurt, bevroren mango stukjes, banaan, spinazie en als topping had ik ook nog een beetje banaan gebruikt, kokosnippers en chiazaad. De groene substantie ziet er niet per se smakelijk uit, maar ik kan je garanderen dat de smaak van deze smoothiebol echt heel nice is. Tijdens de lunch was ik ook weer op de vrijdag niet thuis. Ik was namelijk in een stad en ik had onderweg bij Starbucks een iced matcha latte gehaald en een croissantrol. En voor avondeten had ik nasi gemaakt met natuurlijk rijst, tempeh, nasi groenten, nasi kruiden, satésaus en cassave kroephoek. Nu ik deze voice-over aan het opnemen ben en alle beelden weer terugzie, krijg ik echt spontaan trek. Maar ja, dit was mijn eetdagboek van augustus. Mocht jij een heerlijk recept hebben die echt het proberen waard is, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video.